Bang Bang Brewing Gang. Hallo, dit is een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag ga ik een video doen, zoals jullie al in de titel zagen. Een unboxing video, of wat ik nog ga veranderen aan mijn setup. En dat is, wel, deze recording microfoon arm. Dus zoals jullie weten heb ik al deze Blue Yeti. En nu komt daar dus een arm bij, eindelijk, die ik heb besteld. Die ga ik vastmaken aan mijn bureau. En dan kan ik zo makkelijker video's opnemen, want binnenkort komt er een nieuwe serie op mijn kanaal. Ga ik reageren op en dan is zo'n arm natuurlijk wel heel handig als ik een video moet opnemen of van die andere zaken. Ik ga jullie deze arm tonen, want het is heel goedkoop en de kwaliteit is super goed. Ik ken iemand die hem al heeft en ik heb er al reviews van gezien en zeggen allemaal dat het goed is. Dus ik ben zeer benieuwd naar wat het is. Ik heb hem besteld pas op Amazon, link zit in de beschrijving. En ik ga hem samen bij jullie uitpakken en zien of hij wel degelijk zo goed is. Tot zo dadelijk bij de review en unboxing van deze recording microfoon stand. Bezegd een arm voor uw microfoon. Oké, dus hier zo hebben wij de doos hiervan. Zoals hier staat, recording stand, microfoon professional. Nog een achterkant met de opstaan en zo, dat is zo in. Maar weet je wat, dit is een kleine doos wel. In eerste instantie, want als je ziet mijn hand. Het is misschien 3 keer mijn hand, dat is niet zo groot. Ik ben benieuwd als ik het ga openmaken, dus ik kan beginnen met open te maken. Dus, zoals jullie hier misschien zien, hier is de doos. Ik ga als allereerst hier eens even het begin zoeken, dat moet hier zo zijn. Hoppa. Hop, dat is open. En dan zou ik dan normaal gezien moeten kunnen. Maar hier hebben wij al een eerste schroef. Zoals jullie zien, die ga ik even aan de kant zetten, want ik wil nog niet alles kwijtspelen nu al. De volgende, dat zal wel de arm zijn. Ik zal hier allemaal insteken, sorry voor het kruspunt geluid. Dat zal ik ook aan de kant even zetten. Dan hebben we hier nog die dingen waar een microfoon door moet. Maar ik heb een andere soort microfoon met schroef, dus die moet, dat is een soort andere aansluiting daarmee. Hier is een grote schroef. Als het focust, ja, zoals jullie zien, dat is zo'n schroef. En voor de rest is het. Alleen nog een plannetje van hoe ik het in elkaar moet steken. Dus ik denk dat ik samen met jullie het maar eens ga zien hoe ik het in elkaar moet steken. En ik in elkaar steken, dat wordt niet samen. Net als IKEA en alle instructies daarbij. We gaan het zien en ik zie jullie zo dadelijk wanneer ik het in elkaar ga steken. Oké, ik heb het zo even gelezen en bij de eerste staat de standard installation. Als jullie kunnen zien, de standard installation. Dus ik zou normaal gezien dit nu nodig moeten hebben. Ja, dus dat ga ik al eerst uitpakken. Dit hier zo. En dan, als ik even ga zien. Ah, dus dit hier zo is het apparaatje. Waarmee ik dit dus ga moeten gaan vastmaken aan deze bureau. Ik heb één fucking probleem. Fuck, en dan kom ik nu pas achter. Ik zie nu pas dat mijn bureau iets te dik is voor deze amount. Dus ik heb even moeten zien hoe ik dat ga oplossen. Maar dus dat, normaal gezien, ga ik nu moeten vastmaken aan dit. En dit is het ding waarom het eigenlijk draait. De arm zelf. Dat moet zo. En dan moet waarschijnlijk... Waarschijnlijk moet dat zo. Dus, ik moet dit losdraaien nu waarschijnlijk hier, zodat dat hier vrijkomt. Hoppakee. En dan ga ik volgens mij dat daarin moeten doen. Hoppakee. En dan dat toe gaan wijzen. En dan hangt dat, zoals jullie zien, eraan. En dat hangt dan aan de arm. Voor de duidelijkheid, ik ging eens even zien hoe dat echt nog moet. Nu dit losdraaien, zodat ik dat kan bevestigen aan mijn bureau. Ik heb wel één probleem. Mijn bureau is te dik. Dus ik ga een andere manier moeten zoeken. En ik kan het zien. Zoals jullie misschien zien, ik heb deze arm nu hier aangebonden, zodat ik die hier kan hebben. En zodat ik die dan hier zo kan trekken. Mijn microfoon, mijn Blue Yeti hier, heb ik er ook al afgehaald. Ik ben nu alleen aan het zien hoe ik hier zo van onder
dat moet vastmaken aan deze pin zo. Dus ik moet waarschijnlijk zo, maar ik moet nog zien, want er is zo'n soort lapje aan. En ik moet zien hoe ik dat dan verder ga doen. Ik heb die Blue Yeti, dus Ben Schroef, daarin gedaan. Dat was dat klein schroefje dat in die verpakking stond in het begin van de video. En die moest ik daarin draaien en dan kon ik zo makkelijk dat aansluiten met de arm zelf. Ik heb mijn popfilter, zoals jullie zien, hier ook aan kunnen toevoegen. Gewoon aan deze arm hier zo bevestigd. Kei makkelijk, super handig. En ik kan nu gewoon eigenlijk die bewegen naar waar ik wil. Dat is fucking handig om opnames te doen. En dat wou ik echt al heel lang. En deze arm is zo goedkoop voor wat kwaliteit. Het is echt goede kwaliteit en super handig. Echt nog een lange arm voor die prijs. Echt waar, ik ben er echt van versteld geraakt. Dus zeker weten, link in de beschrijving, zeker weten, een aanrader. Ik zal jullie nu nog een beetje mijn setup laten zien nu, want mijn setup is veranderd. En ik vind het wel leuk om aan jullie allen te tonen hoe mijn setup is veranderd. Daar ben je super blij mee en dat betekent dus dat binnenkort op mijn kanaal, hier op Sprunkel, reageren op video's gaat komen. En misschien terug wat meer video's op computer. Wie weet. We zullen zien. En ja, nu gewoon een cinematic beeldje van mijn setup. Hoe die er nu uitziet. Jongens en meisjes, en ik heb juist weer het is wel een volgende dag. Als je het niet beseft, ik heb andere kleren aan en zo. Maar er zijn weer opnieuw pakketjes binnengekomen. Zoals jullie hier zien, is een pakje van Amazon en een pakje van bol.com. Wat dat is, sorry voor die kabel, maar hij is aan het opladen. Maar wat dat is, dat ga ik jullie nu tonen en uitleggen. Dus dit pakje hier van Amazon is een nieuwe SSD-kaart. Wat een SSD is een kaart voor in uw computer te steken. En dat steekt hierin. Dus ik ga die een beetje, ik ga dat gewoon open doen voor jullie natuurlijk. Ik ga dat open doen. Weet je wat ik gewoon doe? Ik pak een schaar. En dan maak ik hier dan open. En hier hebben we het. Mijn Kingston SSD. Het is eigenlijk wel ongelooflijk dat zoiets kleins, dat is kleiner dan mijn hand, zoiets goed kan zijn voor in de computer. Want dat is een van 480 GB, een SSD-schijf. Die had ik nodig, want mijn schijf die ik nu had, was een beetje verouderd en mijn computer ging traag. Dus daarom deze hier zo. Dan gaat hij terug gewoon een pak sneller. En dat is goed, want dan kan ik ook video's voor jullie opnemen meer. Kan ik ook veel meer editen, sneller editen. Sneller renderen en zo is alles sneller voor mij. En dat is ook veel makkelijker om deze hobby te kunnen doen voor jullie. Maar, dan heb ik ook nog een tweede pakket. Dat is gewoon een kabeltje, een SATA-kabel voor dit aan te sluiten aan mijn andere componenten in mijn computer. Ik kan het wel open doen voor jullie. Wat leg ik het hier? Hier, pak ik mij uit. Het is van bol.com. Hoppa. En dat is gewoon dit. Dat is zo'n kabeltje. Meer is dat gewoon niet. Het is wel een duur kabeltje, vind ik op zich, voor zoiets kleins. Maar, ja. Weet je. Dat is het. Dat is het. Ja, dat waren mijn pakketjes die ik vandaag heb binnengekregen. En die ga ik binnen een paar dagen iemand uitnodigen die dat in elkaar kan steken. Want ik kan het zelf wel niet. Ik kan natuurlijk wel overwijken mijn computer. Maar zo dingen in elkaar steken in mijn computer is moeilijker, vind ik. Dus daarvoor laat ik wel iemand komen. Ja. Ik binnenkort wel een snellere computer. Oké, dus jongens en meisjes. Wat nieuw dus is. Is punt 1 al deze arm hier. Die ik zo naar mijn gezicht kan brengen. Waardoor ik een screen kan opnemen. En wat ook nieuw is, is dit, die later, misschien een ander video, ik denk het niet. Ik denk dat ik niet ga opnemen misschien, maar, of kan wel zijn, ik zal wel zien. Maar dit komt dus in mijn computer en dan gaat alles veel sneller gaan hier op mijn computer. Maar ik ben zo blij met mijn setup, zoals jullie nu zien. Mijn arm,
Twee beeldschermen, daar is het derde, maar ja, je weet al dat die niet werkt. Toetsenbord, muis, computer. Ik ben echt blij met mijn setup. Ik hoop, en mijn laptop zeker weten ook. Ik hoop dat ik deze nog lang kan houden en later nog misschien kan upgraden. Maar weet je, dit was de video. Ik heb verschillende pakjes uitgepakt. Even zien waar ik film. Ik heb verschillende pakjes uitgepakt. Waaronder mijn arm en die SD-kaart. Ik zou graag daar nog wat meer over zeggen. Maar ik vind de video hier op mijn kanaal vlog 45. Ik dacht van, ik doe dit in een vlog omdat het verschillende dingen zijn. Dus ja, weet je. Ik vond dat wel leuk om op te nemen. Dus ik zie je de volgende keer terug met een nieuwe video. Vergeet zeker een like achter te laten. Te abonneren op het roodknopje hier zo beneden onder deze video. Zeker ook wel iets te laten weten van wat jullie van de video vonden ofzo. En dan zie ik jullie de volgende keer terug bij een nieuwe vlog of een andere video hier op mijn kanaal op Sprunkle. See you later, Sprunk Gang.